Kort na de jaarwisseling ziet men overal de jeugd met kerstbomen sjouwen. Niet met hooggestemde bedoelingen, maar om er nou eens een lekker fikkie van te stoken. Dat hebben wij ook wel eens gedaan toen we jong waren. En we hebben toen ook vergeten tot welke consequenties zo'n spel kan leiden. Daarmee bedoelen we de grote branden die soms uit deze onschuldige kerstboombrandjes voortkwamen, omdat we met de plaats van het vuurtje nu eenmaal niet zo voorzichtig waren. Wat dat betreft is er niets veranderd, want ook deze jongens zijn weer dicht bij de huizen bezig. De bewoners van Amsterdam-Noord zijn nu op het idee gekomen om ten gerieve van hun spruiten en hun eigen gemoedsrust zelf een vuurtje te stoken. En het plan sloeg in. Met vurige ijver droeg de jeugd een paar duizend afgedankte kerstbomen op een stapel en toen het goed donker was ging de brand erin. Voor dit reusachtige vuur legden ook de zogenaamde volwassenen grote belangstelling aan de avond. Met dit alles is bereikt dat er in Amsterdam-Noord dit jaar vrijwel geen gevaarlijke straatvuurtjes meer zijn voorgekomen. En de jeugd heeft toch kerstbomen zien branden. Het lijkt ons een idee ter navolging.